Met de gisteren goedgekeurde gewijzigde kiesregeling komen de voorbereidingen voor de verkiezingen van 25 mei 2025 in een volgende versnelling. Het is de taak van minister Brontosu Mohardjo van Binnenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat de organisatie van de verkiezingen in goede banen wordt geleid. De bewindsman geeft aan dat de technische zaken nu in orde moeten zijn, waardoor de verkiezingscampagne nu gerichter kunnen plaatsvinden. Dat noemt men voters education en dat is voor mij als minister persoonlijk heel erg belangrijk. Ik zeg altijd, degene die willen stemmen, degene die kunnen stemmen, daarvoor moet ik zorgen dat ze gaan stemmen. En daar gaan wij de voters education. Hoe ga je stemmen? Nu is er een andere stembiljet. In plaats van 10 kiesdistricten heeft Suriname maar 1 kiesdistrict nu. En nu krijgt de partij A krijgt 51 namen, partij B krijgt 51 namen, partij C en zo on en zo on. En er speelt ook een stukje van mensen hun adressen, waarbij ze misschien zijn verhuisd, maar hun verhuisbiljet nooit zijn gaan aangeven. Hoe gaat het ministerie bij deze verkiezing inkomen daarmee? Er zijn veldonderzoeken gepleegd. Die mensen kunnen hun adres nu opgeven, hun juiste adres nu opgeven bij hun desbetreffende CBB. Want dit is ook het streven, een van het streven van dit ministerie, dat we veel minder onbestelde oproepingskaarten willen hebben. In het verleden hadden we heel veel onbestelde oproepingskaarten. Dat betekent, je wordt uitgenodigd om mee te doen aan de verkiezing middels een oproepingskaart. Maar die oproepingskaart konden we niet op het juiste adres leveren. En dat gaan we nu wel veel meer kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat zaken vlekkeloos verlopen tijdens de komende verkiezingen, zijn er vanuit het ministerie enkele zaken aangepast. Die aanpassingen komen vanuit enkele commissies. Technische zaken die gewijzigd moesten worden, nu in orde zijn. Zoals wat voor stembussen gaan we gebruiken. Gisteren heb ik ook een paar commissies geïnstalleerd. Commissie IT, commissie communicatie, commissie wet en regelgeving, commissie financiën. Dus wij zijn ready, niet alleen als CBB, maar als het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om nu naar het volk toe te gaan, om uit te leggen, dit is de nieuwe kiesregeling, zo moet je gaan stemmen. Dat is een zware kluif op zich, vooral omdat het een nieuwe kiesregeling is. Maar ik heb ervaren mensen hier die al vaker verkiezingen hebben gedraaid, dus ik denk dat het allemaal wel goed gaat gaan. Ook naar de binnenland, ook naar het binnenland zijn de missies gestart. Dus je gaf het goed aan, alles is in een sneltreinversnelling nu. En we hopen geloven dat voor 25 mei 2025 of op 25 mei 2025 we hele goede verkiezingen gaan draaien. Met de wijziging van de kiesregeling zal het ministerie van Binnenlandse Zaken ervoor zorgen dat de gemeenschap, maar vooral de groep die voor het eerst naar de stembus gaat, de nodige informatie en voorlichting krijgt.